dit is echt een voorbeeld waarvan je denkt van, nou, dit kon alleen maar ontstaan in een bizarre tijd. Maar misschien zit er wel een ongelooflijke toekomst aan vast. Het is een combinatie van een heel groot sportevent met een gameomgeving. Hoe ga je de Ronde van Vlaanderen in beeld brengen als die mensen niet mogen fietsen? We zijn ontzettend blij dat Thomas van den Spiegel, die leider van de Flanders Classics, die dus de hele Ronde van Vlaanderen heeft georganiseerd, samen met Jorre Belper van Kiswi Mobile, het bedrijf wat gezorgd heeft dat dit ook allemaal gerealiseerd kon worden, ons even gaan vertellen wat we gaan doen. En ik ben iets vergeten te zeggen, excuses ook aan de vorige spreker. QR-codes in beeld, als u nou het leuk vindt om met deze sprekers in contact te komen en op LinkedIn connectie te maken, maak dan even een foto van de QR-code, dan kunt u via het telefoon gewoon automatisch een link aanvragen bij Thomas en Jorre in dit geval. Thomas en Jorre, welkom. We zijn super geïnteresseerd om te horen hoe dit allemaal tot stand is gekomen en wat er ook echt gebeurt. Goedemiddag allemaal. Ik ga de spits afbijten. Jorre komt straks aan de beurt. Ik ben Thomas van den Spiegel, CEO van Flanders Classics. Wij zijn eigenlijk een groot traditioneel organisator van wielerwedstrijden. De derde grootste ter wereld, als we het in perspectief moeten plaatsen. Wij hebben heel wat wedstrijden in portefeuille, maar ons kroonjuweel is toch wel de Ronde van Vlaanderen, die misschien wel de grootste, of die is eigenlijk de grootste eendagswedstrijd ter wereld, waar we toch 80 miljoen mensen wereldwijd hebben die dat bekijken, al dan niet snippets of live of integraal. En 1,2 miljoen mensen langs het parcours op een mooie lentedag. Maar die viel dit jaar natuurlijk ook in het water, figuurlijk. En dus moesten wij op zoek naar alternatieven. We moesten ook op zoek naar alternatieven, omdat net zoals in andere sportsectoren zijn sponsorship en media rights zijn toch wel twee belangrijke pijlers van ons inkomstenmodel. We konden blijven discussiëren en die discussies zijn nu nog steeds over een mogelijke planning in het najaar, al dan niet als de crisis het toelaat. Of we konden gewoon de koe bij de horens vatten en gaan kijken van, kunnen we een alternatief gaan bieden, kunnen we proactief iets gaan doen. Dat ook wel enige waarde heeft, dat ook wel interessant is in deze tijden waarin iedereen binnen zit, thuis blijft of verplicht wordt thuis te blijven en eigenlijk gewoon is van wielrennen te kijken. Dus zijn we eigenlijk een concept dat al een tijdje op tafel lag, maar op een heel andere vorm, virtueel fietsen, zijn we eigenlijk, Jorre, kan jij naar de volgende slide gaan? Ja, ik heb momenteel geen controle, dus Bert zal moeten helpen. Ja, ik ook niet. Maar dus zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar een alternatief. En dat hebben we op heel korte tijd in elkaar moeten boksen. Ik ga jullie niet helemaal meenemen in de details, maar laat ons zeggen dat toch wel gedurende een tweetal weken heel veel mensen dag en nacht, of toch bijna dag en nacht, mogen en moeten werken hebben in deze periode. Om dit in elkaar te boksen, ook omdat het productioneel natuurlijk een hele uitdaging was in deze tijden waarin heel weinig kan, mag, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus op 20 maart, om even terug te gaan in de tijd, 20 maart contacteerde Jorre me met de vraag van, is dit iets? Wij hebben de technologie om virtueel fietsen in beeld te brengen, om daar toch een goed product rond te gaan maken. Straks meer details over Kiswi Mobile en zijn toepassingen. Waar wij onmiddellijk op elkaar sprongen van oké, dit kan echt iets worden. Maar als we het doen, dan moet het verder gaan dan mensen die naar een virtueel beeld kijken in een gamingomgeving. Want daar geloven we niet in. We geloven eerder in een duidelijke mix van een gamingomgeving, van een virtueel beeld, maar ook mensen willen voeling hebben met de renners. De wielrenner staat heel dicht bij de mensen. Hoe gaan we daarin slagen? Dus zijn we beginnen onboarden van partners. En een heel belangrijke voor ons was daar onze host broadcaster Sportza, het sportmerk van de VRT in België, de nationale omroep. Die onmiddellijk mee waren en die weten van oké, dit zijn content-arme tijden, er is geen live sport. Dit zou wel eens iets kunnen worden. Maar dan hadden we natuurlijk ook een virtuele fietsomgeving nodig. Gelukkig hadden we die al in een basisversie om
omdat onze parcours eigenlijk al ingeladen waren in het virtuele platform, fietsplatform BeCool. De meeste mensen kennen Zwift. BeCool is een competitor. Misschien wel de nummer 2 binnen de markt. Op 1 april, maar dan zijn we al een hele week verder, hè, want we hadden nog geen renners. Dan zijn we ook renners beginnen onboarden en teams beginnen onboarden. Dat was wel een uitdaging, omdat men toch wel niet goed wist wat dit ging geven. Maar je voelde tegelijkertijd wel een grote honger naar exposure. En ook bij de renners die gewoon, net zoals andere atleten, zich op dit moment heel erg aan het vervelen zijn in een periode van het jaar dat ze gewoon zijn om topprestaties te leveren. Voelde je wel interesse en dan zijn we renners beginnen onboarden. En dan hebben we op 1 april eigenlijk voor de eerste keer getest. Maar de test was eigenlijk een do-or-die test. We zeiden van oké, we testen dit hele concept waarbij we eigenlijk renners thuis in beeld gaan brengen die je ook tegelijkertijd in een virtuele omgeving ziet. Straks tonen we nog een filmpje. Maar we gaan dit testen op 1 april en dan gaan we pas beslissen of we hiermee door kunnen of niet. Omdat het toch wel technisch, naast het instrueren van de renners om de technologie thuis te implementeren, ook technisch wel heel wat uitdagingen waren. Ik moet zeggen, er is ongelooflijk hard gewerkt. Ik denk dat we met de 4 partners die jullie bovenaan ook zien op de slide, dat we echt wel alle vakjes konden aankruisen van wat er nodig was. Heel veel enthousiasme en natuurlijk heel veel honger. Naar content voelden we zowel bij het publiek als bij bijvoorbeeld Sportza, waar toch wel heel wat mensen gewoon zijn van deze tijd van het jaar heel wat live content te produceren. Dus de ambitie was eigenlijk om een race te gaan produceren, zoals we dat anders doen in deze tijd van het jaar, maar die dan virtueel te gaan organiseren, waarbij we eigenlijk een virtuele winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2020 aan de erelijst zouden kunnen toevoegen. De challenge was dus om die renners en teams aan boord te krijgen. Maar eens ze door hadden hoe professioneel we het eigenlijk probeerden aan te pakken. En dat het ook wel een asset was voor hen om in een tijd van het jaar waarin ze nauwelijks exposure, want heel wat sportteams en zeker het wielrennen zijn afhankelijk van sponsorship. En ze kunnen geen exposure bieden. Vandaag eens ze door hadden hoe groot we dit zagen, hoe professioneel we dit probeerden aan te pakken. Waren ze wel onmiddellijk mee. We werden ook wel aangespoord om zoveel mogelijk het echte wielrennen te benaderen. Dus alle visuals, alle graphics van de truitjes bijvoorbeeld in de virtuele omgeving, en zul je straks zien, die waren exact. Dus dat was een beetje de uitdaging. We zijn live gegaan op 5 april. Straks kom ik nog even terug om terug te kijken op wat dat gegenereerd heeft, maar afgaande op de aandacht en afgaande op het feit dat we hier ook zijn vandaag, maar afgaande op het feit dat we heel veel hierover bevraagd worden de voorbije 2 weken, moet toch zijn dat er iets goed gegaan is en dat we toch ergens een sweet spot geraakt hebben die nu gewoon in een acceleratie gekomen is, waar misschien wel ook voor de post-pandemic tijden waar wel iets in zit en waar misschien wel een model in zit. Dus ik laat nu even Jorre uitleggen hoe het technisch allemaal in elkaar zit en hoe Cloudcast dat voor elkaar heeft. Ja, dankjewel Thomas. Als Kieswee zijn, wij hebben eigenlijk als basis een remote productieplatform ontwikkeld. En ik zal misschien eens even kort een minuutje iets laten zien rond wat dat product juist doet, genaamd Cloudcast. Cloudcast is a platform that lets you produce all of the elements of a live broadcast in one place. Using the power of the cloud, these robust features can take your productions to the next level. Create multiple narratives by letting guest commentators call the game, whether it's a different language or the viewpoint of a celebrity. In the producer view, you can easily change scenes and layouts in real time to make your show more dynamic. Choose from over 20 templates in our gallery, or get creative and make your own layout. Want to let your fans be part of the show? Bring in conversations from Twitter and Instagram using your own custom hashtags. With green screen support, you can give your broadcasts a more polished look. Simply have your commentators in front of a green background, and they can be seamlessly added to the broadcast.
Have multiple games happening at the same time? You can bring in up to 8 different RTMP feeds simultaneously. Whether it's your own OTT app or a social media platform like Facebook, Twitch, or YouTube, you can send your output to multiple destinations and increase reach. Deliver high-quality shows in 1080p with multiple fallback options so that your broadcast never gets interrupted for audiences. For more information on Cloudcast, visit... Kan je ook met mij babbelen voor more information? Ja, waar ik naartoe wil is misschien even kort toelichten dat dus Cloudcast als product, je zal begrijpen dat wij, wat wij proberen te doen is een software as a service pakket aanleveren, waarbij dat eigenlijk alle technische complexiteit weggenomen wordt, behalve de echte contentproductie. Die blijft natuurlijk opgenomen worden door een echt productieteam. En dus we werken heel veel samen met Premier League Productions of de NBA, heel veel sport, federaties, maar ook met broadcasters om een aantal use cases af te handelen, waarvan dankzij corona, moeten we zeker zeggen, bijvoorbeeld het gebruiken van archiefcontent om live viewing experiences te maken, eigenlijk zeker een hoge vlucht heeft genomen. Maar dus e-sports en de mixed virtual sports, zoals we met de Tour of Vlaanderen hebben gedaan, de Ronde van Vlaanderen hebben gedaan, is zeker een hot aspect. En we zien nu ook meer de laatste weken remote muziekshows, dus radiostations die beginnen visueler te worden, sowieso al, maar graag eigenlijk in een full remote context met ons aan de slag willen gaan. Nu, er zijn meer voorbeelden, we kunnen niet alles afvonden. Waar het meestal om draait, is daar aan de ene kant uiteraard een soort van live experience kan bouwen rond een bepaald gegeven. Dat je mensen kan engageren en enthousiasmeren. En aan de andere kant gebruiken we Cloudcast nog altijd heel veel om lokalisatie te doen, om een groter internationaal bereik te kunnen hebben en om eigenlijk lokale productieteams, dat kunnen heel kleine teampjes zijn, laat ons zeggen, de mogelijkheden te bieden om toch iets te bieden dat echt lokaal is. Als je zegt, we doen iets interactief over Twitter of zo, dat je ook effectief lokale tweets kan ophalen en daar dan jouw verhaal rond gaan bouwen. Ja. Maar misschien om terug te gaan naar de Ronde van Vlaanderen, wat de topic was. Wat hebben wij daar dan specifiek gedaan? Dus we hebben een platform aangeboden voor de remote productie. Je hebt dus de complexiteit van, laten we zeggen, de Be Cool camera's en de commentatoren. Alle camera's, tot 13 camera's hadden we van de verschillende renners, die samen moeten in een videomix eigenlijk gaan samenkomen. En dus die timesynchronisatie, dat is iets wat wij opgelost hebben. Daarnaast deden we nog live interviews. En waarvoor zorgden wij voor een aantal backup scenario's die we gelukkig niet nodig hebben gehad. En finaal de distributie eigenlijk van een clean feed, een internationale feed, high en low res digitale feeds voor distributie op de sociale platformen. Maar misschien moeten we eens gaan kijken naar het effectieve resultaat, heel kort. En dat moet ik hier even op deze manier opstarten. Here we go. The Paterberg is the next one on the horizon. The Paterberg, the final climb of the race. Short, sharp, punchy, this one. Van Avermaet at the top. Van Avermaet's just got a 2-second gap over Oliver Naas. Greg Van Avermaet, who's today racing in Grimbergen and his home in Belgium. Opening up a little gap here. Here's the chase group. Naasen at the back, Roche in the middle, the tent at the front of the trio. It's looking good for him. He's holding the gap at 9 seconds. And Oliver Naasen now launches an attack. Oliver Naasen really going for it. And Roche is hanging on by his fingernails here. Thomas de Gendt losing ground. I think his chance of a podium finish has gone. Look at the effort, it's all going to be worth it in just a few moments' time. The top step of the podium is his. Greg Van Avermaet is the winner of the lockdown ronde. Weet je, zoals in het echt alles op de vader gezet. En dan was het echt een beetje sterven tot aan mijn leed. Want die jongen had maar op 10 seconden en ik zat echt volledig op blok. Ja, het was voor mij nog een beetje schrikken dat ik dat ging gepakt worden. Maar het was net zoals echt. Ja, en dat is in feite een beetje wat we wilden laten zien. Ik denk dat de kracht van de productie een stuk lag in het feit dat we het virtuele mooi konden combineren met het reële. Met het reële aspect, dus alle camera zichten
de gezichten van de renners die samen echt moeite en inzet toonden en echt voor de race gingen. Dus in combinatie met het competitief aspect dat het Bicool-platform ontvult. En misschien, Thomas, kan jij iets verder vertellen over de resultaten? Ja, wat dit ook had, denk ik, op traditionele e-sports. Op traditionele e-sports, zeker die populair zijn, zijn heel vaak shooter games. En de traditionele sporten zoals FIFA of NBA 2K, die komen niet voor in de populariteitspols rond e-sports de dag van vandaag. Wat je hier hebt en wat wielrennen heeft op die andere topsporten, is dat het niet met een controller gespeeld wordt natuurlijk. Dus het blijft een fysieke topprestatie, dus je voelde wel dat die link met de fan er ook echt wel nog is en dat men echt wel nog kijkt naar de fysieke prestatie die men dan uiteindelijk uitgevoerd ziet in een virtuele omgeving. Wat heeft dat betekend? Dat we uiteindelijk bijna 700.000 mensen bereikt hebben. En het was heel mooi weer en in de tuin mocht je wel. En gaan wandelen mocht je ook die dag. Dus 700.000 mensen in Vlaanderen, dat zonder de Nederlanders die ook allemaal gekeken hebben op Sportza. Dus dat zou betekend hebben dat we eigenlijk de zevende meest bekeken race waren vorig jaar in normale tijden. We hadden ongeveer 250.000 mensen die online live hebben gekeken, waarvan 160.000 op Global Cycling Network. Dat zijn echt wel aanzienlijke nummers om op YouTube te averagen. We merkten ook dat er heel veel internationale interesse was in dit concept, tot onze verbazing. Er was natuurlijk niet heel veel concurrentie in live sports, maar eigenlijk bijna alle landen. We hebben dit ook gratis ter beschikking gesteld. Dus het was niet onze bedoeling om hier een revenue model van te maken, zeker met die eerste try. We wilden vooral gaan kijken, wat kunnen we doen voor het wielrennen? Wat kunnen we doen voor de mensen die thuis zitten, de fans vandaag? Maar er was heel wat interesse, ook omdat we het gratis ter beschikking gesteld hebben. We zijn uiteindelijk uitgekomen. En we zijn nog counting eigenlijk, want we zien dat er nog nagekeken wordt op ongeveer 2,5 miljoen mensen die gekeken hebben. En een hele goede daar is dat toch wel geconfronteerd wordt met een hele moeilijke demographic, met een verouderde publiek. Dat we daar plots een heel jonge demographic, ook een iets verouderde demographic aanspraken. Vooral uit curiositeit, nieuwsgierigheid, denk ik. Maar dat misschien toch wel een tendens zou kunnen worden waar we kunnen op verder bouwen. Dus ja, we hebben gemerkt heel veel enthousiasme, heel veel interesse. En we worden eigenlijk overspoeld met voorstellen de laatste weken om hier meer over te vertellen of ook om na te gaan denken over concepten die we in de toekomst ook zouden kunnen. Ja, als ik er naar kijk, en ik ben helemaal geen sportkijker, dan denk ik ook meteen aan allerlei nieuwe mogelijkheden. Waarom zou je niet iedereen die zo'n fiets heeft mee kunnen laten fietsen, niet alleen de toprenners, maar iedereen die mee wil doen? Er zijn natuurlijk allerlei andere sporten die je zo tot een mediaproduct kunt ombouwen. De game plus echt mensen die echt iets doen ergens. Ja, waar we daarmee geconfronteerd werden, was natuurlijk dat je eigenlijk remote, op afstand, mensen op hun trainer laat rijden. En die zijn niet geëindigd op vandaag. Hè? Dus je kan eigenlijk, moet je heel erg opletten met technologische fraude. Ja, dus als, als je het openstelt voor iedereen, loop je het risico. Als ik morgen een gewicht ingeeft dat 15 kilo minder is dan mijn werkelijk gewicht, dan rijd ik eigenlijk iedereen los. Je zou kunnen samenwerken met de sportscholen. Dat je Dat zijn stappen die wij echt moeten overwegen in de toekomst. Om te gaan kijken, maar hoe kunnen we certified gaan werken? Want dat was een van de eerste voorwaarden van de profpanners. Geen amateurs erbij, want die zijn eerlijk en die gaan proberen technologisch te krijgen. Ga gewoon een tweede competitie voor de amateurs starten. Maar je biedt gigantisch veel mogelijkheden. Ik heb wel het idee dat er een soort een nieuw genre geboren wordt. Er was een vraag van Thomas op de stream. En wielrenners vraag. Hoe hebben jullie het op technologisch vlak gedaan met dingen als windstromen en slipstreams? Je kan ze ook niet vallen, of wel? Er zijn natuurlijk minder parameters die een rol spelen. Maar wat je noemt drafting eigenlijk, ja, in het wiel zitten zoals dat heet in wielrennen, daar wordt effectief wel rekening mee gehouden in de platform. Dus dat bestaat dan. Dus als je echt achter iemand rijdt, heb je eigenlijk minder weerstand en trap je makkelijker. Dat was ook natuurlijk voor de renners een beetje aftasten van in hoeverre dit de realiteit benadert. Wat je niet kan, is vallen, uit de bocht gaan, je hoeft ook niet te sturen. Dus er zijn een aantal zaken die een mindere rol spelen natuurlijk. Maar ook daar kan je naar kijken op termijn, van hoe kunnen we dat dicht gaan benaderen. En van de andere kant, het zal de renners vinden dit natuurlijk niet ideaal, maar dat blikje in iemands huis en dat kind dat rondloopt en zo, dat heeft ook een charme. Door de lokale opnames voegen iets toe. Ja, het mooie was, één iemand stond in zijn garage, de andere stond
stond in zijn slaapkamer. Dus ja, dat voelt zeker iets toe. Hè. Uiteindelijk is dat wat de mensen willen. Ze willen toch wel die behind the scenes te zien krijgen. En ze voelden echt van, oké, deze renners zitten gewoon thuis tijdens de lockdown met hun familie. Greg van Avermaat, die wint. Dat dochtertje loopt door beeld. Dat zijn allemaal wel mooie dingen. Mooi project. Ik kijk even of er nog vragen zijn. We moeten naar de volgende spreker gaan, denk ik. Normaal gesproken hebben we een speelruimte, maar nu we het online doen, zijn we super strak in de tijd natuurlijk. Doron op de chat zegt in ieder geval, ik zou hiervoor betalen. Om mee te doen of om naar te kijken? Dat is, ik verwacht een hele hoop om naar te kijken. Kijk. Nou ja, ik verwacht dat er volgend jaar in dit genre allerlei nieuwe dingen ontstaan zijn die nu zijn oorsprong hebben gevonden. Dus heel veel succes daarmee. Dankjewel.